Toen ik afstudeerde was er een opportuniteit bij Atlas Copco. Er was namelijk een functie als logistiek ingenieur. Die functie heb ik dan ook een tweetal jaar gedaan. En daarbij kreeg ik ook de kans om een aantal buitenlandse projecten te doen. Onder andere een aantal maanden tot een jaar in India gezeten. Ik heb ook een tijdje in Italië gezeten. Na die projecten kreeg ik de kans om terug te keren en coach logistiek te worden bij Industrial Air. Dat heb ik dan ook een 6 à 7 jaar gedaan en daarna kreeg ik de kans om naar het servicecenter door te groeien. Momenteel ben ik supply chain manager voor de spare parts. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de team van customer contacts die de dagdagelijkse vragen van de klanten beantwoorden. Het team van de planner-afroepers die de opvolging doen van de orders naar de leveranciers. En ook van het globale team dat globale projecten doet voor onze globale supply chain. Ik vind het boeiend aangezien dat het een zeer afwisselende job is. Iedere dag ben ik bezig met een ander soort problematiek of kan ik bezig zijn met andere vragen of problemen. Daarnaast is een belangrijk aspect ook in mijn functie van ervoor te zorgen dat de verschillende mensen in mijn team goed weten wat te doen en dat ik hen de nodige ondersteuning kan bieden in hun dagdagelijkse taken. Ik vind Atlas Copco een leuk bedrijf om voor te werken, aangezien Atlas Copco aan de medewerker de kansen biedt om zijn carrièrepad uit te stippelen volgens zijn eigen idee of wensen.